zei maar wat. Ja, maar hoezo zeg je dan? Ik zei maar wat. Ja, maar zie ik er dan verliefd uit? Kijk even naar me. Ja, je ziet er stralend uit. Dus, verliefd. Alweer. Wat nou alweer? Ja, zeg nou zelf. 2 weken geleden was je helemaal hoot op de boter van Gerben. Vorige week was het nog Tom, of hoe die ook heet. En wie is het deze week? Nou, lekker van niet meer jij. Je bent gewoon jaloers. Omdat je zelf nooit een vriendje hebt gehad. Laat staan verliefd geweest. Ja, dat is dus niet helemaal waar. Maar... Wat? Vertel. Kom op, sorry van net. We zijn nog vriendinnen. Nee. Daar is het bommelje who works at Starbucks. Who is very inspirational. He is very inspirational because of many things.
dan? Wist het gewoon. Hoezo? Valt het dan op? Ja, voor mij wel. Hoe doe ik dat dan? Maar je stilt je erg aan. Als hij aankomt, ga je ineens veel harder praten. En heel hard lachen en zo. Niet. Jawel. Ik heb hem in de film gevraagd en ga de serie aan gaan zitten. En toen zei hij zeker niet. Hoe weet je dat? Nou, jij en Jeroen, ik zie het gewoon niet voor me. Waarom niet? Nou, hij is heel anders dan jij. Nou en? Dat past gewoon niet. Bovendien, dat soort jongens doet het met iedereen. Daar wil je toch niet één van zijn? Maar wat moet ik dan in? Ik kan toch niet zomaar stoppen met verliefd zijn? Ach, meisje toch. Er komen heus wel weer andere jongens. En die zijn vast allemaal veel leuker dan Jeroen. Nou, ik ga lekker een kopje thee voor je maken. Zullen die jongens zo vergeten zijn? Gaan we weglopen? En dan ben jij weg, ja. Jij gaat een kopje thee maken. Ja.